Ik kan pak even mijn camera mee. Oh, zo. Ja, klopt. Nou, aan me verlachen. Nou, leuk dat je kijkt naar gloednieuwe weekvlog. Ik zit helemaal in het shirt. En dan gaan we nu ook even een shirtje maken. Ze laten pikken. Feyenoord. Feyenoord. Feyenoord alleen. La 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 la. La la la. We gaan er tegenaan. Nou, ik ga dadelijk word ik opgehaald door me met een paar mensen naar Rotterdam toe te gaan. Wat ga jij doen dan, pap? Wat ga jij dan doen? Jij niet zo lang Thomas heen. Ik ga hem klaarmaken. 5 à 10 minuutjes komt iemand me halen. Dan ga ik richting Rotterdam. Dat was gewoon niet de bedoeling, maar ik heb iemand bij me aan en dacht, ja, waarom niet? En zei van, ja, als je nou alleen zorgt voor drinken voor jezelf, dan komt het goed. Ik zei, ja, dat is waar. Maar dan ga ik erheen. Ik ga wachten, afwachten en dan gaan we erheen. Dus ja, let's go. Nogmaals, let's go. Thuisgekomen. De sfeer zat eerst helemaal goed in. Maar ik baal hier enorm van. Ik ben helemaal kapot van. Ben ik serieus. Maar ja, ik ga nu heel echt nu focussen op de radiozender. Want in deze week kom ik op radio. En volgende week dan maar Cool Single. Hopelijk. Zou me nog meer pijn doen als we dit jaar niet worden. En ja, dan weet ik het ook gewoon niet meer. Maar morgen maar focussen. Mijn eerste radio. Dat komt als eerst. Radio. Maar ja, dan ga ik nu even dingen op de computer doen. Dus ja, let's go. Nou, ik ben al een tijdje wakker. Eigenlijk zou ik vandaag mijn kamer opruimen. Ik heb mijn verhuurder losgedaan. Omdat ik nog even in bad ben geweest. Maar eigenlijk zou ik mijn kamer nog opruimen. Maar dat doe ik denk morgen wel. Want ik ben even vandaag niet in de stemming. Misschien morgen wel, dat ga ik nog even zien. Dus, maar dan ga ik nu even een vlog van Jan Willem kijken. De politieagent vind ik al leuk. Ik vind dat hij wel leuk doet. Ik shout naar Jan Willem van zijn YouTube kanaal. Ik vind leuke vlogs, positief. Hij legt goed uit, voor mijn manier ook. Zo, was even een bordje. Ik heb ook nog even water gedronken. Voor mij, want ik heb met sommige dingen moeite van me, hè. Sommige bij YouTube begrijp ik denk van, waar heb je het over, hoe bedoel je het? Maar hij heeft echt, bij hem heb ik dingen bijna heel weinig, terwijl ik denk van, hé, dat snap ik niet. Maar dan ga ik dan nu even kijken, dus ja, let's go. Dan zie ik jullie morgen weer, dus let's go. Nou, het is nou maandag de... Maandag de 8 mei. Ik ga nu naar beneden en ga ik mijn haren doen en koffie zetten. En ga ik eigenlijk vandaag niet wat doen. Eigenlijk werken. Anders zou ik in Rotterdam. Maar ja. We hadden nog steeds enorm van. Ik kan nog steeds niet beseffen dat dit gebeurd is.
De, denk, de, gewoon te veel druk voor ze. En hoop dat ze morgen gewoon, volgende week, gewoon, pak maar, dan zien jullie ook over volgende week pas. Dus als deze online is, pas over een week voor jullie. Dus, maar dan ga ik nu naar beneden, dus ja, let's go. Nou, zoals jullie weten, zou ik eigenlijk gisteren kamer doen. Een week terug, eigenlijk voor mij was de week, voor jullie een week geleden, maar voor mij gisteren. Maar, dan ga ik dat nu even doen. En dan zie je eigenlijk 2 dagen, als ik goed heb. Nee, niet 2 dagen. Dan gewoon 1 dag. Dan ga ik dan nu maar de kamer opschuimen. Ga ik even eerst deze even afhalen. Dat even allemaal opruimen, troep. Ja, voor de rest ziet er goed uit. Alleen die bord die daar staat, even opruimen ook. Dus ja. En voor de rest, topje uit. En ik heb trouwens ook, dat heb ik nog niet verteld deze pas geleden. Maar ik heb pas geleden nog dat nu gebruikt. Maar dat is helemaal niet interessant, weet ik. Maar ik vind dat wel handiger. Ik kan meer dingen van stroom gebruiken. En ik ga denk even hierachter denk ook even dingen opruimen. Even daarachter even kijken of wat er iets is. Wat weg kan of wat anders. Nou, dit noemen wij een trouwschot. En dan hebben we daar ook nog, maar dat is dacht in de bed. Dus. En ik ben even nog een video aan het doen. Ook nog. Dus. Druk bezig, druk. Maar ja, dat komt allemaal goed. Dus ja, let's go. You go. Camera even opgeruimd, plus even gedweld, stofzuigen, en ik ga alleen lakens even mijn bed gooien en dan lekker in mijn bedje liggen. En dan zie ik jullie morgen weer. Ik wil hier allemaal sowieso blijf kijken. Dan zie ik jullie nog zo eigenlijk voor mij morgen. Dus ja, let's go. Nou, het is nu dinsdag 9 mei en ik ga dan nu maar even dingen even denken voor ook een video vandaag. Maar even hier even wat dingen opruimen. Deze, hoppa. Zo, ja. Deze ben ik mee. Zo, altijd een beetje dingen opruimen, dus ja. En dan ga ik nu weer verder. Dus ja. Naar beneden, dus let's go. Nou, ik ben al richting werk, hè? Maar ik heb even lekker social media te kijken. Facebook. En zag ik heel naar het bericht. En waarschijnlijk dat jullie al gezien hebben dat ik over gehad heb. Maar ongelooflijk. Ik had het natuurlijk al eerder over gehad, over haar. Maar het is gewoon zo erg dat het voor haar nu eigenlijk officieel klaar is, het leven. Gewoon bizar. 15 jaar en het hele leven is van waar voorbij. En ik wil haar hierbij nogmaals hele familie nog sterkte wensen. Dus dat is ongelooflijk. Ongelooflijk dat dat is gebeurd. Maar ja, richting werk. Dus let's go. Nou, ik ben nu al een tijdje thuis en ik ga even een video over de Sabine opnemen. En jullie hebben waarschijnlijk al gezien. Maar ja, dan ga ik even aan deze statief ga ik even de Jan koppelen. Ik heb het nu onder een statiefje. En ik heb gezien dat Netflix nu een jaar dat die nu gratis gratis video kan kijken. Als het zo is. Sorry als het niet zo is. Maar
Maar ik heb gekeken of zo is, maar ik ga even kijken of zo echt wel is. Maar ja, dan ga ik er even kijken eerst. En dan kan ik nog wel weten. Maar dan ga ik eerst even ook video opnemen. Dus ja, let's go. Nou, ik ga nu lekker in mijn bedje liggen. Ga ik even me omkleden. Ik heb alleen even kwark gehaald, zodat ik vanmiddag had ik in de avond gehaald, tussen 8:00. Heb kwark en gehaald met de kakies. En heb ik net over glas lekker melk ook meegenomen. Even lekker. Dus, hoor, wacht. Ik moet toch iets uitdoen. Zo, die is uit. Moet ze even kalk gewoon zetten. Dus moest ik het even doen. Dus gaan. Maar dan ga ik nu wel even klaarmaken om lekker een beetje te liggen. Dus ja, let's. Nogmaals, dus ja, let's go. Zoals jullie hebben gezien, heb ik even mijn haren nat gemaakt en dan ga ik dan nu naar beneden en ga ik dingen doen. En dan heb ik net al een keer koffie gezet, maar ik was vergeten mijn camera te pakken, dus dan ga ik nu naar beneden. Dan ga ik dingen doen om ga ik beneden zitten relaxen. En voor de rest zie ik wel, dus ja, let's go. Nou, ik heb een pakketje binnengekregen en dan ga ik dan nu maar openmaken. Ja? Huh? Ja, die is al net gebracht. Gewoon in de brievenbus gedaan. En wat zou erin zitten? Wat zou erin zitten? Ah, dat is best wel lastig om open te maken eigenlijk, met één hand. Nou, hij wil niet open. Wacht, ik pak even een mesje erbij. Nou, ik heb nou een beetje open geknipt, zie je zo. Dus ga ik even verder openmaken. Even kijken of dat nou wel beter gaat. Ja. Wat zou erin zitten? Nou, ik weet het. Ja, ja. Hij is binnengekomen. Kijken. Ja, ja. Ja, Feyenoord blijft bovenaan. Ik heb die gekocht, maar dan echt hopen dat het gaat gebeuren. Dan ga ik hem even beter laten samen zien met mijn vader. Dus ja, let's go. Nou, ik ben trouwens een tijdje onder thuis gewoon heel dingen heel veel op computer doen. Maar ik wou ook vandaag graag in de Hans gaan. Ik ben er langs geweest, maar ik ben daar aangebeld. Is hier gewoon niet thuis. Wel eigenlijk afgesproken, maar ja, kan gebeuren. Laat even weten of je al een keer ooit hebt opgeschoken hebben. Maar nooit is het gebeurd soort van eigenlijk. Weet, ja. Laat maar even weten of jij dat ook ooit hebt gehad. Ben je naar iemand toegegaan terwijl hij diegene niet thuis is? Of afgesproken terwijl dit niet gekomen is? Of hij diegene is vergeten of zo? Laat even weten, ben ik wel benieuwd naar. En dan ga ik. Ja, mijn dag hierbij maar afsluiten. En. Over een paar dagen gaat er nog iets bijzonders gebeuren. Kom ik op de radio. Jullie hebben het al wel waarschijnlijk al een paar keer gehoord op Snapchat, Instagram. En nog een keer YouTube. En ja, deze week gaan jullie allemaal zien wat er allemaal gaat gebeuren. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. En ik ga hierbij de volgende dag. Morgen is het donderdag voor mij. Dus yes, let's go. Nogmaals, let's go. Nou, goedemorgen. Het is vandaag 11 mei. Ik moest even nadenken welke dag het veelste was. En ik ga nu even naar beneden, ga ik met mijn haar doen. Ik ging net even iets pakken. Dus ga ik dan maar naar beneden. Dus ja.
Let's go. Nou, ik ben nu richting werk en ik zie de laatste tijd dat ze daar zo aan het trainen zijn voor iets. Maar ik zou niet weten wat. Maar morgen is een super, super spannende dag voor mij. Maar dat ga je dan deze weekvlog allemaal zien. Ik ben nu alleen maar meer zenuwachtig aan worden. Wat ik kan verwachten, ja. Gewoon echt spanning zit er gewoon in. En zoals jullie op social media hebben gezien heel vaak, post ik heel veel dat video over. Daar heb ik een video over gemaakt op mijn YouTube kanaal. Daarover, als jullie hebben gezien. En ja, ik ga dan eerst morgen, hoe kan mijn dag eruit zien morgen? Eerst, ik ga lekker gewoon echt dan in de ochtend, gewoon als ik wakker word, lekker bakje koffie drinken. Ga ik lekker werken gewoon. En dan ga ik werken natuurlijk. Na mijn werk ga ik even gewoon even snel eten op mijn werk. En dan ga ik dan klaarmaken voor de radio over mijn verhaal te doen over mijn lichtstand beperking. Ik ben echt dol en heel erg zenuwachtig is dol. Maar ik wil sowieso een dikke shout-out doen naar RTW Radio vast hierbij. Maar dat ga ik denk ik nogmaals een keer zeggen, denk ik. Maar dat ga ik, ja, nu al een beetje klaarmaken om een beetje voor te bereiden. Ik ben al dingen aan het opschrijven wat ik er kan vertellen. En toen hebben jullie al gehoord waarschijnlijk. Ga jullie nog horen in deze weekvlog. Dus maar dan ga ik nu ook richting werk. Dus ja, let's go. Nou, ik ben nu richting huis en kapot warm. Gelijk wel warmer dan gisteren. En ik heb mijn jas nu even op middel gedaan. Dat is wel beter. Dus, en dan ga ik even klaarmaken voor morgen. Ga ik ding opschrijven wat ik kan vertellen. En wat ik inderdaad kan vertellen. En ga ik nog ook even dingen op de computer doen. Ik heb al wat opgeschreven van wat ik uiteindelijk al heb verteld. Dus jullie gaan het allemaal morgen horen. In ieder geval in deze weekvlog gaan jullie het horen. Dus ja, let's go. We gaan verder. Dus ja, let's go. Nou, ik ben nu een tijdje eigenlijk op mijn kamer. Een beetje heel veel druk met video's te editen. Hij zit nu eindelijk in de render. Maar jullie hebben hem al gezien waarschijnlijk. Maar morgen voor mij komt bijzonderste dag ooit. En dan gaan jullie hierna zien. Dus ja, dan ga ik eerst een paar dingen doen voordat ik allemaal daarin ga. En vertellen. Ja, en dan gaan jullie allemaal nog zien. Dus ja, let's go. Nou is het dag wat nu gaat gebeuren. Ik ga alleen even mijn haar doen. En even koffie drinken. En zo word ik al voor mij eigenlijk al gisteren heb gezegd. En dan ga ik richting mijn werk. En na mijn werk komt een heel spannende dag iets aan. En dan gaan jullie allemaal ook horen. En ja, dat is voor mensen die het niet gehoord hebben. Je kan ook gewoon om deze vlog, in deze weekvlog, kunnen jullie allemaal ook horen wat er is besproken. Dus ja, let's go. Dus ja, nogmaals, let's go. Alsof ik allemaal slechte grappen wil verwijderen uit mijn leven. Ja mensen, ik ben nou in de studio met een paar gasten ook hier achter me. Hallo! Dus zoals jullie hebben gezien, Paya in een keer in een vlog geweest. En dit is waar jij bent, de boer. Ook net gek als lief. Dus, maar ook Joshua is er wel. Peter Balkenend is mijn naam! Oh, ook. En hier is nog iemand. Je naam is? Nice. Dadelijk ga ik nou een verhaal doen. Dus ik word soort van ingeviewd. En mijn vader is erbij. Ik kom uit een meeting van het Goudplein en alles. Oh, ja. Met een
fiets aan mijn hand. Zo. Alcoholics Anonymous. Dus, maar dan gaan we dadelijk. Je moet je huidtelefoon uit dat doen. Dus, ja, dadelijk live. Let's go. Ja. Verkeerde keel gehad. Ja, ja, ik kan pakken even mijn camera mee. Oh, zo. Ja, klopt. Maar allemaal even lachen naar de camera. Jeez. Het is wel een beetje jammer dat de mensen zeg maar, op zo'n beeld zeg maar, nou niet het geluid kunnen horen van jullie. Nee. Wel als ik achter hem schreeuw. Hoi kijkers! Hallo kijkers, dit is Ivor. Dit is Patrick Star. Maar goed, dus, en zijn er nog meer sterk, want we kunnen het nou wel over je zwart maar je moet natuurlijk wel mee. Ja. We moeten wel mee. Nou, ik ben nu bij de studio al een tijdje en ik wil sowieso even deze mensen bedanken voor de aandacht. Dat ik mijn verhaal mag doen. Yes. Dikke shout-out naar de radio van RTW. RTW, yes. Ja. Back to now, luister allemaal op vrijdagavond van 6 tot 8 voor de lekkerste muziek. En like ons op Facebook! Eigenlijk niet, ja. Maar gewoon reclame. Weg met fucking fidget spinner. Haat die ding. Maar ik wil Ivo sowieso bedanken. Ja, wil ik ook bedanken. Wil je nog een shout-out naar Nijsjes? Ja, kijk eens. Zusje. Ja, zusje. En naar deze gozer die is er ook geweest. Dag, twee zorgen, mooi. En ik wil ook hem hebben bedanken. Ik ben net achter gekomen. Dat deze op mijn oude school heb gezeten. Hij zijn gewoon kennis om oude klasgenoten. Ja, om zo te zeggen. Leuk dat je weer hebt gezien. Ja, high five! En veel plezier! We gaan dan feesten! Ik ben al een tijdje thuis eigenlijk. Oh, en ik heb even lekker emmertje kwark meegenomen. Nee, het is geen emmertje zand, maar emmertje kwark. Juist. Dan ga ik dat wel even lekker eten. Dat is voor mij heel erg gezond. Of voor de vet in zit eigenlijk, is een goede vraag. Gemild en romig. Honderdvijftig liter in ieder geval. 9 gram, zo, sorry. Ik moet even soms goed kijken. Maar nogmaals, dikke SO naar RTW, dus de radiostation Wanneksveen. In ieder geval sowieso bedanken, Ivar bedanken, Colin bedanken eigenlijk, Joshua bedanken voor en wie nog meer, de broer van Faya als ik goed heb uitspreek. En het was een toffe dag vandaag. Ik heb het gered. Ik hoorde van iemand. Ik had even gevraagd naar mensen. Een van jullie die nu ook kijkt. Was ik zenuwachtig aan het begin? Ja, je was te horen. Maar ja, dat is gewoon normaal eigenlijk. En ik wil jullie allemaal bedanken voor de respectheid op via Snapchat. Maar wat ik nu ga doen is vlog. Nou, naar de volgende dag maar. En bijna komt het aan. Aanstaande zondag, dus volgende week, zien we wie de kampioen wordt. Feyenoord of Ajax. We gaan het zien. Let's go. Dus ja, let's go. Nou, ik ben weer lekker wakker geworden. Het is nu ongeveer 11 uur. Eigenlijk heb ik niet zo lang geslapen. Ik ben ongeveer 7 uur pas gaan slapen. En ik ben nu pas wakker eigenlijk. Dus 8, 9, 10. 4 uurtjes geslapen eigenlijk. Maar ja, maak het uit. Ga ik nu even naar beneden toe. Mijn haar even een staart doen. En nou, dan ga ik zien of mijn dag loopt. Dus ja. Nou, ik was een tijdje nog de hele tijd boven, maar ik ga nu even eten. Ik heb eigenlijk helemaal niks gegeten en ik heb even de radio aangezet van Wanneksveen RTW. Want dan ben ik de laatste tijd aan het luisteren, gewoon RTW. Omdat ik gewoon een leuke zender vind. En dan af en toe nog wel van niks. Ik merk gewoon nu dat ik heel veel naar alle zenders aan het kijken ben om te luisteren. Maar omdat ik gewoon sommige een beetje uitzoeken wat het is leuk. En nou, ik ga sowieso tussen 6 en 8 ga ik naar Ivar luisteren. En naar Joshua. En dan de rest denk ik van niks. Want en ik ga even een koffie, maar de rest vind ik niet echt interessant. En ik ga denk ik even dat ik even dit even opwarmen. Dus
En er wordt nu ook live uitgezonden van voetbalwedstrijden van hier in de omgeving. Van Gouda, Yoda Boys, Biefer, ASV Hoefte vandaag niet heb gehoord. Want die hebben weer een wedstrijd meer gespeeld. En ik zie de hele tijd dingen voorbij komen. Maar dan ga ik nu even dan dingen doen. En even koffie zetten. Dus ja, let's go. Nou, ik heb toch maar een bordje wat anders genomen. Geen zwarme, maar wel wat warm, in ieder geval warm eten. Dat is macaroni. Dan ga ik dat even lekker smullen. En lekker muziek luisteren bij. En ik heb een lekker heerlijk bakje koffie gezet. Ja, nog even lekker van genieten. Let's go. Nogmaals. Let's go. Nou, ik ben al even richting het centrum ingegaan. Ik wou USB halen. Nou, ik had bij HEMA op website gekeken. Ik dacht wel, het is misschien wel verstandiger als ik op website kijk of ze nog open zijn. Of de, hoeveel die gierig is en hoeveel die kost. Maar HEMA was dicht. Ik dacht, weet je, ik ga even bij even denken waar ik nou kijken. Blokker wou kijken. Dicht. Nou, ik zie nog eens even gekeken. Hadden ze niet? Op het Heijn gekeken in het centrum. Hadden ze het ook niet. En dan ben ik helemaal naar Jumbo gegaan en die hadden ze wel. Alleen was die wel 60 gig. Ik weet niet hoeveel ik bij de HEMA was, maar dat was ook best wel veel. Maar die was wel 20 euro. Maar ja, maakt niet uit. Dan ga ik nu richting huis. Morgen is het trouwens nogmaals een belangrijke dag. Maar nee, ja, voor mij dan. Maar jullie volgende week natuurlijk, wil ik even snel bij zeggen. Ik ben zelf nog steeds benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Pak ze het of pak ze niet. Ik had het niet te denken ook. Als we nu verliezen van Heracles, dat betekent dat een jaar geleden de laatste verloren hebben in de Kuip. Dat nu, dan is het weer opnieuw een jaar geleden. De laatste keer dat Feyenoord verloren hebben in de Kuip. Ik weet niet of ik trouwens al over gepraat heb. De laatste keer dat ze in de Kuip hebben verloren was tegen NEC 2016, jaar vorig seizoen. Dat weet ik uit mijn hoofd gewoon. Dus, maar ja, ga ik maar naar huis, richting huis. Ik heb eigenlijk nog, ik heb even snel wel ook nog brood. In plaats van die zwarm heb ik gegeten, heb ik ook een boterham gegeten. Maar dan ga ik nu richting huis, dus let's go. Nou, ik ga er nu maar lekker in mijn bedje liggen. En nu ik wil jullie ook nu gelijk iedereen bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vonden jullie deze weekvlog leuk? Ik in ieder geval wel. Ik heb hier deze week, vooral vrijdag, super genoten van wat ik kon doen. Wat ik heb gedaan en wat ik heb verteld. Iedereen bedankt voor en binnenkort, zoals jullie hebben gezien, is er ook een apart video van gemaakt van mijn verhaal. En hoop dat jullie het leuk hebben gevonden, die video. En deze week vlog ook natuurlijk, wat ik er nu wil bij zeggen. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe even zo een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het heel tof zijn als je hier beneden al abonneert. Help mij alsjeblieft. Het zou heel tof zijn als jullie mij helpen naar de 600 dit jaar. En het zou heel tof zijn. Gaat nu echt iedereen bedankt. En om op de radio te zeggen over mij, de verhaal lichtstandbeperking, hoor ik best moeite mee. Zoals jullie hebben gehoord op de radio ook. En maar dat zeg ik nu hierbij. Veel kijkers in een nieuwe week volgen. En dan zeg ik hierbij later.